Op de oprichtingsvergadering van de nieuwe Nederlandse geitenhoudersvakbond presenteerde microbioloog Wever van het Bossenziekenhuis achter gesloten deuren zijn opmerkelijke conclusie. Niet alleen besmette dieren laten sporen van Q-koorts na in hun melk, ook gevaccineerde dieren doen dat kort na de inenting. De overheid heeft die mogelijkheid altijd ontkend. Voor de aanwezige geitenhouders is er maar één conclusie mogelijk. Nou, het oordeel van mij en van ons als vakbond is dat er dus een grote kans is dat een gedeelte van de bedrijven onterecht geruimd is. Dus een gedeelte van die 45.000 geëuthaniseerde dieren had niet geëuthaniseerd hoeven worden. De vakbond vermoedde het al in januari bij een geitenhouder die vlak na de vaccinatie ineens één keer positief scoorde bij melkonderzoek. De bond liep daarom naar de rechter met het verzoek om uitstel van ruiming en extra onderzoek. Op dat moment heeft de rechter gezegd, nee, daar kiezen wij niet voor. Hij moet acuut geruimd worden. Nou is er toch onderzoek wat wel die kant uitwijst. Ja, het onderzoek van nu bevestigt dus datgene wat wij destijds in januari al vermoeden. Jeroen Bos Ziekenhuis en microbioloog Wever willen de resultaten van hun onderzoek niet voor onze microfoon toelichten. Die terughoudendheid is mogelijk te verklaren doordat het ziekenhuis zich met het onderzoek op het gebied van dierengezondheid heeft begeven. En dat is het Jeroen Bos niet in dank afgenomen door instanties die zich dagelijks met de gezondheid van dieren bezighouden. De vakbond van geitenhouders wil ondertussen maar één ding. Het ministerie moet het beleid rond vaccinaties en ruimingen aanpassen. Als mensen ziek worden van onze geiten, dan hebben wij geen basis van bestaan. Daarvoor sta ik niet te praten. Ik zeg wel, overheid, als je maatregelen neemt om een bepaald probleem op te lossen, neem dan wel goede maatregelen, gebaseerd op goed onderzoek. En ga niet in het wilde weg om u heen slaan, want dat gevoel krijg je toch een beetje als je deze onderzoeksresultaten naast het beleid van de overheid legt.